Een petitie om gratis te parkeren in Geldrop-Mierlo. De eerste school naar het nieuwe erfgoedhuis. En de Ergon levert de eerste buurtconcierges. 9350 handtekeningen. Gisteren werden ze aangeboden aan de gemeenteraad in Geldrop-Mierlo, want het parkeren in het centrum moet gratis worden, vinden de ondernemers. Want hier in het centrum van Geldrop-Mierlo betaal je €2,80 per dag. En daarom denken de winkeliers dat er te weinig mensen naar de stad komen om hier hun boodschappen te doen. En dat terwijl, als je in je auto stapt en 4 minuten verder rijdt, je uitkomt bij winkelcentrum De Koevering. En daar kun je gewoon gratis parkeren. Wij willen in principe van het betaald parkeren af, omdat de verschillen nu tussen het centrum en winkelcentrum De Koevering te groot zijn. En op dit moment, je kunt daar door de week gaan kijken, je kunt er in de weekenden gaan kijken. Er is dus gewoon geen plaatsje te vinden. En in het centrum kunt u ieder moment van de dag makkelijk uw auto kwijt. En wij zien dat als een te groot verschil. Ruim 9000 handtekeningen zijn er dus opgehaald de afgelopen maand. Maar betaald parkeren is zo dom nog niet. Sterker nog, het kan ook problemen oplossen. Betaald parkeren wordt door consumenten nooit als een probleem ervaren, zolang het een probleem oplost. Ik heb begrepen dat het hier €2,80 voor een hele dag is. Als ik dat vergelijk met parkeertarieven elders in het land, dan vind ik dat nog wel weer meevallen. Kunnen ondernemers zichzelf ook in de vingers snijden, juist door dat betaald parkeren af te schaffen dan? Je zou je er zelf mee in de vingers kunnen snijden op het moment dat er bijvoorbeeld een probleem is met langparkeerders. Hè, dat zie je natuurlijk wel vaker. Maar een klein bedrag voor zeg maar het parkeren kan helpen om langparkeerders te weren. De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo gaat later reageren op de handtekeningenactie.